Nou, deze video gaat over schaduwmensen, schaduwwezens. Ik dacht altijd dat schaduwmensen, schaduwwezens iets demonisch waren. Misschien een gevaarlijke entiteit en anders iemand, de geest van iemand die op een afgrijselijke manier gestorven is. Misschien een auto-ongeluk of een zelfmoord. Andere mensen brachten me op het idee dat het misschien aliens konden zijn of iets uit een andere dimensie. Nou zie ik al mijn hele leven schaduwmensen en je hebt daarin een paar soorten. De eerste is het meest voorkomend. In je ooghoeken zie je opeens iets zwarts en op het moment dat je kijkt is het weg. Het is dan verdwenen in een kast, in de muur, het zakt door de grond. Wat ook kan gebeuren is dat je een schaduwmens ziet en hij, meestal mannelijke vorm, heeft door dat er naar hem gekeken wordt en het verandert dan in een dikke zwarte wolk en dan heel langzaam verwaaiert dat en verdwijnt dat. Een ander soort schaduwwezen is een wezen wat je de weg blokkeert. Stel, je bent lekker televisie aan het kijken. Het is tijd om naar bed te gaan. Je wil naar boven en halverwege de trap staat dus zo'n zwart mannelijk iets gewoon te zijn. En het weigert om aan de kant te gaan. Je kan er eigenlijk niet doorheen, want je voelt gewoon dat het een grote, massieve toestand is. Dat is, denk ik, het engste en het vervelendste. Dus dan heb je ook nog zoiets als de Headman, wat volgens mij iets heel anders is. En shadow beings zouden vaak rode ogen hebben, maar dat is net zo vaak wit of zwart. En dan lijkt het alsof zo'n schaduw geen gezicht heeft. Dus geen aliens, geen wezens uit een andere dimensie, niks demonisch. Geen gevaarlijke entiteit, ook geen geest van een overledene. Een schaduw is een massief soort zwarte energie die de vorm aanneemt van een man. En nu denk ik daar anders over dan een paar jaar geleden. Want 2 jaar geleden kwam ik opeens tot een grappige conclusie. Mijn man en ik slapen in een slaapkamer waar hij in een rekje netjes al zijn overhemden heeft georganiseerd. En daartussen en of daarachter zat dus een shadow being. En ik ga vroeg naar bed, mijn man gaat laat naar bed. Ja, ik ben gewoon gewend geraakt om op mijn rug in slaap te vallen. Want ik durfde dus niet met mijn rug naar dat wasrekje te gaan liggen uit angst dat dat ding op het bed zou kruipen en op me neer zou gaan kijken. Of gewoon het idee dat er naar je gekeken wordt terwijl je gewoon lekker wil gaan slapen. Heel vervelend. Dat was ik op een gegeven moment zat en ja, communiceren met shadow beings is een probleem, want de meeste praten niet terug. Of ze vluchten, of ze zijn gewoon stil. Meestal is er geen communicatie mogelijk, maar ik vroeg dus, zou je alsjeblieft door de muur naar de computerkamer willen gaan? Want dan kan ik tenminste rustig slapen. En ik zei dat op een vrij dwingende manier. En jawel hoor, daar ging dat ding. Beetje schokkerig door de muur. En ik heb nogal, dus vanaf die tijd kon ik dus rustig gewoon gaan slapen. Het vervelende is, ik heb alleen 's nachts vaak de behoefte aan een sigaretje, een kopje thee. Dus om de 2 uur ongeveer zit ik in de keuken. Nou is de computerkamer hier en de keuken is daar. En ik zit graag met mijn gezicht naar het raam. Kan ik wat sterren zien en zo. Maar nu heb ik dus het probleem. Nu had ik dus het probleem dat ik dus met mijn rug naar de computerkamer zat. Waar ik dus meneer Shadow Being neer had gezet. Dus durfde ik niet meer in de keuken met mijn rug naar de computerkamer te gaan zitten. Want ik denk, ja, jeetje. Kijk, dat weer. Komt dat misschien zo opeens achter me omhoog of zo? Weet je, dan zie je dat in zo'n donker raam niet heel goed, maar gewoon het idee. Toen kwam ik opeens achter, want dat was ik ook zat. Ga dan maar televisie kijken, want de televisie staat nog aan, dus veel plezier ermee. En het gekke was, ik voelde een bepaalde verlichting, letterlijk en figuurlijk, bij dat schaduwwezen. Want
Waar ik nu achter ben, is dat een schaduw precies is wat het woord zegt. Het is een schaduw. Stel je voor dat je een mooie bos bloemen in het raam hebt staan en de zon valt daar binnen, dan zie je daar de schaduw die bij de bos bloemen hoort. Hetzelfde als je op het strand loopt en het is mooi weer, de zon schijnt en je hebt de zon lekker in je rug, lekker warm, dan zie je voor je de schaduw. Op een of andere gekke manier gebeurt het dus dat schaduwen op de een of andere manier hun gastheer of meester uit het oog verliezen en dus losraken van hun eigenaar. En in het geval van mijn man is dat precies zo. Op de een of andere manier raakt zijn schaduw vaak los van hemzelf. En dat veroorzaakt dus dat schaduwwezen. En ik ben erachter dat dat voor heel veel shadow beings is. Mijn man zit namelijk nogal graag op zijn computerkamertje en ik denk dat het op een gegeven moment dan zo is dat hij half in slaap valt en nog een beetje in rechtbankverslagen zit of Wikipedia of een of ander grappig YouTube filmpje en dat die schaduw denkt van weet je wat, ik ga van slapen, zie maar wat je doet. En dan blijft het daar dus een beetje hangen. Terwijl mijn man dan op een gegeven moment met een glas melk op de bank gaat zitten om televisie te kijken. En dan vergeet die schaduw, laten we zeggen, de eigenaar te volgen. En dit is een direct voorbeeld, maar op deze manier heb ik er nu heel veel meegemaakt. Een schaduw is dus precies wat het woord zegt. Het is een schaduw. Alleen een schaduw die losgeraakt is van het voorwerp of de mens waar die bij hoort. En op een of andere manier krijgt zo'n schaduw een heel primitief overlevingssysteem waarbij een klein beetje bewustzijn aanwezig is, wat verklaart dat communicatie met schaduwwezens bijna onmogelijk is. Want ja, het is hartstikke logisch, het termen is zo ingewikkeld. Dus tot zover, tot de volgende keer. Doei!